We zijn te gast bij juwelier Leuzing van Veen. Daar is een actie gehouden en dat heeft alles te maken met ringen. Henk Jaap, kun je uitleggen wat hier vandaag heeft plaatsgevonden? Ja, dat kan ik. Dit is de prijsuitreiking van de ringen die de kinderen gemaakt hebben. Ze hebben hele mooie ontwerpen gemaakt. Wij zijn 2,5 maand geleden geopend in een hele nieuwe winkel. En wij hadden een prijsvraag voor de kinderen. Wie maakt de mooiste ring van Nunspeet voor iemand die ze heel erg leuk vinden of voor zichzelf? En dat hebben we gedaan. Die ringen hebben we ontvangen. We hebben heel veel ontwerpen gehad. En de mooiste ontwerpen hebben we gekozen. En er was een speciale categorie voor de jongens. En een van de jongens heeft ook gewonnen met een heel leuk ontwerp van een Lego blokje. Nou ja, je zegt heel veel inzendingen, maar hoeveel zijn het er dan precies? Ik weet het niet precies meer, maar ik denk zo rond de 70, 80 ontwerpen hebben we gehad. Hele mooie tekeningen. Sommigen hadden hem helemaal in 3D uitgewerkt. Anderen hadden kleurplaten gemaakt van een ring. Hoe ze eigenlijk of een prinsessenring wilden hebben. Of we hebben iemand die een taartring gemaakt had en die hield van taartjes. En zo hebben we allemaal heel veel mooie inzendingen gehad. En hoe kiezen jullie dan uit die 70 uitzendingen drie verschillende ontwerpen? Dat was heel moeilijk. Wij zitten hier met drie goudsmeden en we hebben met al die goudsmeden bekeken. Wat is nou de leukste ring en de mooiste ring om te maken? Toen hebben we alles besproken en toen zeiden we van, nou, dit zijn de leukste ringen, dit zijn de mooiste ontwerpen. En de allermooiste hebben gewoon gewonnen. Ja, en hoe hebben jullie deze actie aangekleed vandaag? Nou, natuurlijk met een feestje, want ja, een ring die speciaal voor jou gemaakt is, die krijg je niet zomaar. Want elke ring is uniek. Er is er niet één van op Nederland. En het is echt een ring voor jezelf. En wat we gedaan hebben is met ballonnen. En die ballonnen waren gevuld met confetti. En op een gegeven moment konden de kinderen die ballon kapot steken. En dan kwam alle confetti eruit. En dan bleef er nog iets over. En dat was een touwtje met een hele mooie ring eraan. En de kinderen allemaal blij ermee? Nou, ik zag alleen maar lachende gezichten. Die waren vreselijk blij ermee. En heel erg verrast hoe de ringen gemaakt zijn. Henk Jaap, dank u wel. Graag gedaan. We zien Luc en die is heel druk bezig met zijn ring. Luc, wat is het? Lego blokje. Lego blokje op een ring? Ja. Hoe kom je erbij? Gewoon. Ja, want je kwam hier dan in de winkel en toen heb jij een tekening zien liggen en toen dacht je van, nou, dat ga ik eens even maken. Ja. Wat vind je van het eindresultaat? Mooi. Ga je hem ook vaker omdoen of leg je hem straks weer in de kast? Vaker omdoen. En ook Sander die heeft een mooi ontwerp gemaakt. Sander, dat ziet er keurig uit. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ik denk een half uurtje. Een half uurtje maar. En toen was het helemaal klaar. Ja. Ben je zelf ook een beetje creatief? Klein beetje. Ja, want je hebt ook iets heel moois gekregen. Kun je de ring eens laten zien? Britt, wat heb je gemaakt? Een ijsje. Een ijsje, hoe kom je erbij? Dat weet ik niet. Heb je dat samen met mama gedaan of heb je dat helemaal zelf bedacht? Helemaal zelf. En laat je mooie ringen zien. Wat vind je ervan? Mooi. Ben je er blij mee? Ja.